hoge verwachtingen hebben voor ons over het geloven dat ieder kind kan leren. En niet ieder kind leert even snel en niet ieder kind leert evenveel, maar iedereen kan leren. En dat is heel belangrijk om dat al vanaf de kleuterschool te gaan uitdragen naar kinderen, dat zij ook geloven in zichzelf. Die hoge verwachtingen vinden we belangrijk van in de kleuterklas. Niet alleen op vlak van kennis, maar ook op vlak van gedrag. Dag iedereen. Sta je op een stip? Dus morgens gaat de bel, ze staan op de stip. Van buitenuit, van in de rij, daar is het rustig en die rust die blijft tot in die kring. Zijn we klaar? Oké, okay. 3, 2, 1. Ik kijk meteen. Ja, ik ben hier, alles is kalm, is rustig en nu kunnen we starten. Super! We gaan eens kijken voor vandaag. Nieuwe zin. Gaan we hetzelfde woordje beginnen? Ik kan. Het eerste wat we doen is een lesdoel schrijven. Dat is iets waar je zelf als leerkracht ook heel moet over nadenken van wat wil ik bereiken tegen het einde van mijn les. Luister goed. Ik kan de buurgetallen aanvullen. Het is een nieuw woordje. Dat doel wordt niet alleen geschreven, wordt ook gezegd, wordt ook verwoord door de kinderen. En is iedereen gefocust naar de leerkracht. Dat we 100% tot leren kunnen komen. Voor de buurgetallen moet ik natuurlijk weten wie mijn buren zijn. Neem ze ook maar eens vast, jullie buren. Tjoep, 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 tjoep. Amélie, wie zijn jouw twee buren? Aan de ene kant en aan de andere kant. Niemand. Nee, want er zit daar niemand. Zijn jullie klaar om te tellen? Iedereen kijkt naar voor. Ja. Het tweede stuk van de buurgetallen is natuurlijk de getallen, want daar gaan we mee werken. 7, 8, 9. Stop. Dus dat is eerst onze voorkennis die we doen. Alles opwekken eigenlijk wat we nodig hebben om tot ons echte lesdoel te komen. Ik moet de buurgetallen aanvullen. Wat moet ik daarvoor doen? Dan gaan we naar de ik-fase. Je moet dus goed luisteren wat dat van hen wordt verwacht eigenlijk. Ten eerste ga ik kijken naar het startgetal. En daar ligt dan mijn vingertje. Die stappen schrijven wij op, zodanig dat de kinderen als ze hun oefening moeten doen, daar kunnen naar terugkeren. Ik leg mijn vingertje bij het startgetal. Wij verwoorden dat ook altijd, telkens weer die stappen, dat zij dat zelf ook doen tijdens hun oefening. Ah, stap 1, ah ja, mijn vingertje aan het startgetal. Stap 2, oh ja, de ene kant. Ik zoek mijn buurgetal aan de andere kant. Ah, stap 3. En ik eindig altijd bij elke les met mijn zin. En in die zin zit ook altijd mijn doel verwerkt. En mijn zin is, de buurgetallen van 5... zijn aan de ene kant 4 en aan de andere kant 6. En dat voeren wij dan ook uit in verschillende stappen. Eerst ik toon het voor. Leg het maar aan het startgetal. In het midden. Dan doen wij het samen en word ik geholpen door kinderen. Dan doen jullie het. Dan doen de kinderen dat in groepjes. Je kiest een kaartje en dan doe je de oefening. Dan gaan zij per groepje die instructievaardigheid die ze al nu verschillende malen hebben herhaald en gezien, terug stap voor stap uitvoeren. En dan de laatste fase is een verwerking, individueel of per leeftijd, een klein groepje tijdens het hoekenwerk. Oh, die is al klaar. Dan mag je al een volgende doen. Als kleuter zijn zij heel vatbaar eigenlijk voor, om te leren. Zij leren graag. Zij zijn heel nieuwsgierig naar alles. En we willen ook die nieuwsgierigheid benutten op een positieve manier. Yes! Goed zo. Het zorgt er ook voor dat we die kloof tussen kansarm en kansrijk gaan dichten. Dat is echt de essentie, hè? Dat wij een start klaar willen maken voor dat eerste leerjaar door de kloof die er soms van thuis uit is, door die al te gaan dichten in de kleuterklas. En dat is door ze rijke kennis aan te leren, dat is door het juiste gedrag aan te leren, de juiste attitudes. Ja, doe maar. Doe maar. Je moeilijke. Je ziet echt zo, de kinderen daar super in groeien.
De betrokkenheid is ook veel hoger. En dat is ook voor een zelfwaardegevoel dat ze zien dat, oh, ik kan dat wel. Jullie kunnen dus alle buurgetallen aanvullen. Supergoed en flink gedaan, dat is waar. Maurice. Welk dier is dit? Een schaap. Heel juist. Mama schaap. Wat is het jong van een schaap, Victoria? Een lammetje. Een koe, een kalfje, zoals dat we vandaag gezien hebben. Heel veel vaste woordenschat hier vroeger aanwezig was, is er nu veel minder aanwezig. Dus moet je aanbieden. Nee, het is een mama. En de mama is een... Mama varken. Dat is, als het de grote is, varken. Die basis is heel belangrijk, dat die zoveel mogelijk gegrond en stevig gemaakt wordt. Ook als ze een taalachterstand hebben of anderstalig zijn van thuis. Dus straks gaan jullie elkaar zoeken. Nou, zeg je bijvoorbeeld, hallo, ik heb het lammetje en jij bent mijn mama het schaap. Dus je moet spreken en straks niet met woorden, maar met zinnen. Ja? Oh ja, ik moet je onthouden straks. Weet je wat je hebt? Waarom doen we dat? Op die manier werken. Dat is om niet alleen van nieuwe woorden schat, maar ook hen aanleren van zoveel mogelijk in zinnen praten, zoveel mogelijk woordenkennis en aanbrengen. Ja, wat ben jij? En wat is dat dan vandaan? Hoe heet het? Een kitten. En jij bent de? Yes. Niet alleen in de kring of bij de juf, maar ook dan nog een keer in de verrijking in de hoeken. Oh, het is zelfs een paard in jouw huis. Of is het een veulen? Het is een veulen, oké. Zo komt eigenlijk die woordenschat niet alleen eng in jouw kring, maar dat zit overal. Of als ze naar huis stappen, gaan ze het hopelijk ook gebruiken. Dus eigenlijk staat een paard in de wei. Misschien heeft het ook wel een veulentje. Welzijn en leren. We zien daar wel een aantal misvattingen in. Een eerste misvatting zit er in dat ze tegengesteld zijn aan elkaar. Of een kind moet zich eerst goed voelen om tot leren te komen. Terwijl we weten uit onderzoek dat goed leren, kleine succeservaringen, dat die ook net leiden tot goed voelen en welbevinden. Dus we mogen dat helemaal niet zo tegengesteld aan elkaar zien. Tweede misvatting. Je kan perfect discipline vragen van leerlingen en streng zijn, consequent zijn, maar ook een heel warme relatie opbouwen met kinderen. En dat vinden we ook nog altijd heel belangrijk. Natuurlijk moet je nog kind zijn. Graag zelfs. Plezier maken is ook belangrijk.